Ik ben Luigi. En ik ben Josephine. Wij zijn de kidreporters van Kinderzwerfpot. Vandaag gaan we naar een school om een kastje te openen, naar de verkeerstuin en naar een speeltuin. En misschien mogen we vandaag ook nog de burgemeester interviewen. Nog niet zoveel voordat we gaan rijden. Hé, kijk eens daar. Er is een man met een hele raar getekende snor. Wat doet hij eigenlijk in? Waarvoor bent u eigenlijk vandaag meegegaan? Dat is een hele goede vraag. Dat komt omdat ik ben namelijk de kinderzwerfboekenleider. Dus ik ben eigenlijk een beetje de directeur van vandaag. Zo, gaan we nog rijden? Duurt een beetje lang. Ja, rijden! Ja, ik ga zo meteen de boeken, kinderboeken, zwerfboeken, kast openmaken. Ik vind het wel een hele eer dat wij benaderd zijn om kinderen te leveren voor de zwerfboekbende. Maar nog grotere eer dat we echt nu een zwerfboekenstation hebben. Nou, het was een perfect interview met de juf. Maar nu moeten we er snel vandoor naar het volgende station. De burgemeester. Ik ben benieuwd wat hij te zeggen heeft. Wat vindt u van dat kinderen eigenlijk moeten lezen? Ja, ik vind het heel erg belangrijk dat kinderen moeten lezen. Maar ik vind het ook heel erg belangrijk dat opa's, oma's, vaders en moeders voorlezen. En heeft u thuis een speciaal boek dat u graag wil laten zwerven? Nou, sterker nog, ik heb het meegebracht. Dat is het boek Kikker is verliefd van Max Veldhuis. En het leuke van Kikker is verliefd, dat ken jij ook, ja? Er zitten een heleboel leuke plaatjes ook in. En als je dat voorleest, dan voel je bij jezelf weer de vlinders in je buik komen. Wat een dag. We hebben het lekker gespeeld. We hebben de burgemeester geïnterviewd. En we hebben een kinderzwerfboekstation geopend. Wat een dag. Nou, beter kan niet. Doei doei!